Ik heb hier twee toestellen in mijn handen, de Fairphone 4 en de Motorola Edge. En we gaan de camerasystemen met elkaar vergelijken en zien welke dus het beste is. Even een ding waar je rekening moet houden. De Motorola Edge is een telefoon van vorig jaar die begon op een prijs van 600 euro. En de Fairphone 4 is dus een toestel die dit jaar is uitgebracht in 2021 met een prijs vanaf 579 euro. En ik was dus gewoon enorm benieuwd hoe doet mijn daily driver, de Motorola Edge, het tegen de Fairphone 4 rondom dezelfde prijs. Alleen deze is natuurlijk van vorig jaar en deze van dit jaar. Dus laten we zien hoe dat doet. En voor deze vergelijking heb ik een leuk spel even bedacht. Je ziet hier op het scherm zie je dus twee foto's staan. En je hebt een letter per foto, A of B. En A staat voor een bepaald toestel. Dus dat kan dus de Motorola Edge of de Fairphone wezen. En toestel B is dus ook een toestel op zichzelf. Dus of de Motorola Edge of de Fairphone. Het wisselt nooit van elkaar af. Dus A is of de Motorola Edge of de Fairphone. En B is dus de Fairphone of de Motorola Edge. Dus na deze video wil ik dat jij even in de comments hier beneden gaat. En gaat zeggen welke jij denkt dat de Fairphone is. En welke jij denkt dat de Motorola Edge is. Ben ik wel benieuwd naar. Zoek jij gewoon meteen antwoord van welke telefoon bij welke foto hoort. Dan heb ik in de beschrijving staan welke telefoon bij welke letter hoort. Dus dan weet je het al meteen en kun je meteen kijken van oké, dit is de Motorola Edge of dit is de Fairphone. Dus ja, laten we niet te veel lullen en gaan we beginnen. A heeft betere dynamic range hierop, je ziet alles wat helderder en B heeft meer contrast en een verscherpingsfilter eroverheen wat niet zo heel mooi is. Dus net ook wat je voorkeur is. Lucht hier op foto A is veel beter dan B, je ziet net wat meer van lucht en de tinten op camera A zijn net wat warmer dan B, want die zijn wat kouder. B heeft hier wat meer contrast en wat minder mooie lucht, alhoewel deze trouwens wel heel mooi is. Dus het is altijd een beetje om en om. Tegenlicht met de hoofdcamera, ja. Camera A heeft gewoon net wat meer lensflare en B dus niet. Dus zelf vind ik A toch net wat mooier. Dan vervolgens close-up met de hoofdcamera is alleen gewoon een verschillende tint. Dus het is net wat je mooi vindt. Warm op A of koud op B. Vervolgens hebben we donkere foto's op de hoofdcamera. Kleuren op B zijn mooier, maar detail op camera A is gewoon beter en scherper. Dus het is net wat je voorkeur is. Behalve deze foto, deze is net wat anders. Dus ja. En hier op deze foto is A net wat mooier, omdat B weer zo'n verscherpingsfilter overheen heeft. Daar ben ik niet zo fan van. Extreem donkere foto's? Ja, het is beide niet zoveel wat. daglicht met ultrawide camera. B is heel vaag met zijn bekleuringen. Evenals hier vind ik het A, het warme, dat klopt wat meer met de scène op die dag. Zon scheen naar binnen, dus net wat warmer. En je kan hier ook zien in de heg bijvoorbeeld dat de dynamic range net wat hoger is op camera A. En evenals het gras hier is gewoon veel natuurlijker op camera A. Nou, vervolgens tegenlicht op ultrawide. A heeft een betere dynamic range dan B. En B heeft ook een beetje een smoothing effect. Dus het maakt alles wat glad gestreken. En geeft een beetje een rode waas weer. Dus overduidelijke winnaar is A. Dan de maximale zoom op beide camera's. En overduidelijk is A gewoon veel beter en helderder dan B. B heeft weer zo'n verscherpingsfilter overheen. Is niet heel mooi. Close-ups met de ultrawide. B kan niet heel dichtbij komen. En A dus wel. Overduidelijke winnaar is natuurlijk A. Want meer detail en je kan dichter op je object komen. Donker met ultrawide. Kleuren zijn zoals de vorige beter op B. En eigenlijk moet ik hier eigenlijk B wel het antwoord geven. B vind ik algemeen mooier. Alhoewel hier A toch wat meer detail heeft dan B. Dus het is net wat wisselend. Selfie met daglicht. Betere dynamic range met camera A, dus algemeen ben ik daar wat meer blij mee. Je ziet ook het gezicht veel helderder. Gaan we in tegenlicht, dan is het net weer andersom. Dan is camera B net wat helderder dan camera A. En dan kan ik eigenlijk wel de voorkeur geven aan camera B. Dus het is net wat voor situatie je zit, welke camera nou net het beste is. En qua selfies in het donker kun je gewoon zien dat B toch wel mooie heldere foto's maakt en A een vage pazige waas over zijn foto's krijgt en dus gewoon niet mooi is. Detail is ook beter op B, dus de winnaar is overduidelijk B. En dan met de video op de hoofdcamera in 4K kun je zien dat rechtercamera, dus B, toch wat meer wat een rode gloed of zo in zijn video krijgt, terwijl A gewoon alles keurig doet zoals het daadwerkelijk daar is. Dus overduidelijke winnaar is A.
Dat merk je hier ook enorm. De weg hoort gewoon grijs te zijn. Maar voor een of andere reden gaat camera B het soort van, ja, rood maken. Ik weet niet. Het is heel vaag. Maar overduidelijke winnaar is dus camera A. En is trouwens niet gestabiliseerd. En dit is de camera's die wel gestabiliseerd zijn. Natuurlijk dezelfde dingen weer. Een rode gloed. Maar het is ook gewoon veel stabieler op camera A. Alhoewel camera A, moet ik wel even toegeven, die gaat wat meer inkroppen. Terwijl camera B dit niet doet. En dit is dus de videokwaliteit in het donker met de main camera. Dus dan weet je ongeveer een beetje hoe dat dus eruit ziet in het donker. Dan gaan we even naar een heel donkere spot. En dan kun je precies zien hoe en wat dat eruit ziet. Kijk, nu is het op zich best wel donker in dit gebied. Dan gaan we kijken hoe goed de sensor het oppakt. Met ruis en dat soort dingen. Dus zoals je kan zien heeft het moeite mee met focus. En de andere camera heeft geen moeite met focus, alleen wel met de belichting. Dus ja, dat is het. Dus, we gaan uiteindelijk verklappen welke letter bij welk toestel hoort. Toestel A is de Motorola Edge en toestel B is de Fairphone. Om eerlijk te zijn vind ik de hoofdcamera en de ultrawide camera gewoon wel een stukje beter dan de Fairphone 4. Over het algemeen, de Fairphone 4 maakt best wel keurige foto's en in het nacht maakt hij best wel mooie foto's qua kleuren. Qua scherpte is hij er nog net niet echt. In het daglicht maken ze beide gewoon echt hartstikke keurige foto's. Waarbij ik toch wel vind dat de Motorola Edge wel een betere dynamic range heeft dan de Fairphone 4. Dus je ziet dus meer in de donkere plekjes en in tegenbelichting. En over het algemeen vind ik het kleurenprofiel toch wel wat fijn. Ik vind dat de warmere kleuren vind ik altijd wel wat mooier. Heeft hij wat minder van dat heftige contrast en verscherpingsfilter zoals de Fairphone heeft. Want die vind ik best wel verschrikkelijk. Ik vind dat hij te veel contrast heeft. En te veel verscherpingsfilter over zijn foto's heeft. En daar ben ik niet zo heel veel fan van. En daarom vind ik de Motorola Edge dus eigenlijk wel de winnaar van deze video. Vond je de video natuurlijk leuk? Doe ik natuurlijk een duimpje omhoog. En sowieso, het videootje kost je best veel werk. Dus een duimpje zou sowieso enorm fijn wezen. Wil je natuurlijk meer zien van deze video's? Dan zou ik zeggen, abonneer je natuurlijk op het kanaal. Heb je nog vragen? Laat het weten in de comments. En ik zie jullie wel weer terug in de volgende video.